We staan hier voor Schouwburg Ochterop, waar vanavond een sportgala wordt gehouden. De 37e editie alweer, dus het belooft weer een waar spektakel te worden. Laten we even kijken hoe het binnen eraan toe gaat tot nu toe. Ja, hier gaat het straks allemaal gebeuren. Het is nu nog leeg, maar straks zit het hier bomvol. De mensen beginnen nu langzaam binnen te druppelen, dus laten we even in de zaal gaan kijken. Ja, de sportgala wordt vanavond gepresenteerd door Marijn de Vries. Ja, Marijn staat hier naast ons. Marijn, je hebt al zoveel sportgala's gepresenteerd. Ja, wat maakt dat zo leuk? Ja, ik vind het zeker in zo'n stad als Meppel vind ik het echt te gek dat er een hele zaal vol mensen de sport hier in de gemeente komt vieren. Dat zegt toch wel iets over hoe betrokken mensen zijn bij alle sport die hier plaatsvindt. En het gaat niet alleen over sporters die heel goed presteren, maar ook over vrijwilligers, over mensen die bezig zijn met vitaliteit. En ja, ik vind het prachtig om te zien dat mensen daar zo enthousiast van worden en dat er zoveel mooie initiatieven zijn hier. Ja, want ook vanavond zit het hier weer helemaal vol. Ja, wat verwacht je vanavond? Ik denk dat het een leuke avond wordt. Het programma zit echt stampvol. Dus er komt vast hoog tempo in de show. En ja, wat ik heel leuk vind is dat er ook weer... soms zijn er wel een paar jaar achter elkaar ongeveer dezelfde genomineerden. Omdat dat nu eenmaal de beste sporters zijn in de gemeente. Maar er zijn nu echt wel weer een paar nieuwe sporters bijgekomen. En ook een paar nieuwe sporten. Dus ja, dat vind ik zelf heel leuk om die mensen eens even te gaan bevragen over wat ze doen en wat ze nog willen gaan doen. Ja, wij staan hier naast Meppeler padeller Daan Jans. Daan, hallo. Hallo. Hoe lang doe jij al aan padel? Nu een jaartje, denk ik. Alleen heb ik altijd wel hoge tennis. Dus dat helpt wel in het spel, zeg maar. Dus je kan het wel een beetje combineren, zeg maar. En waarom ben jij nu dan overgestapt naar padel? Ik zag in padel iets meer kansen om groot te worden. Tennis is natuurlijk een iets grotere sport, padel iets jongere sport. Dus ik wou de jeugd ook iets meer op de kaart zetten, zeg maar. En echt proberen Nederland echt groot te maken in padel. Op het 37e sportgala. En wat een openingsact. Ik denk de spectaculairste in de historie van het Burgerweeshuis sportgala. En wat een talent, Joey. U heeft al talenten buiten gezien van Okidoki, maar hier staat er ook een, hè? De Phil Collins uit Nijenveen. En je hebt een prachtig trainingspak aan. Ja. Doe je ook nog een korfbal? Huh? Doe je ook nog een korfbal? Ja. En drummen, en korfballen. Wat voor dromen heb je? Nou, wij spelen het eerste. Net zoveel scoren als Eline van Veldhuizen. Drummen in de Ziggo Dome. Nou, weet je wat? Als Ziggo Dome niet lukt en doorspelt ook hier een finale in Ahoy, wat ze wel eens vaker gedaan hebben, dan moeten we wat risselen dat jij daar gaat drummen. Ja. En kijk, ergens in die duisternis daar zit de selectie van DOS. Ik geef jou de microfoon en je krijgt 10 seconden om te solliciteren zo van jongens, ik kom eraan, alsjeblieft. Waarom ben jij zo goed? Omdat ik... Weet ik veel. Jij moet je talenten nog een beetje ontwikkelen, hè? Ja, joh, geweldig met Berend. Berend was al druk bezig met het ontruimen van het drumstel. En we hebben een verrassing voor je. Kijk, een van onze gastdames. En die gaat jou ook nog een dikke zoen geven. Dat zou toch een primeur geweest zijn, hè? Nou ja, dan maar niet. En Joey, hartstikke bedankt. Succes met je carrière als drummer. En dan ook nog over een jaar of, nou, 10 in het eerste van DOS. Ja, denk ik wel. Dan hoop ik dat het sportgala nog bestaat en dan sta je hier weer. Nou, die vraag kan het beste worden beantwoord door de voorzitter van het bestuur van Stichting Burgerweeshuis, John Boon. Je staat hier nu als voorzitter van het Burgerweeshuis. Wat doet het Burgerweeshuis? Nou, ten eerste hier op het podium staan, omdat wij heel trots zijn dat we hier mogen staan bij het sportgala. Het sportgala wat al zo lang bestaat. En ik wil toch eventjes nog in herinnering roepen, jij stipt al aan, dat jij naast Mister Sportgala, wat jij bent, en Meppelers,
verenigd in de ambitie om te sporten, te presteren, lol te hebben met elkaar. En daar ben jij de grote organisator van. En Ton is naast een geweldige journalist voor Meppel en omstreken eigenlijk de Erik Gerets van heel Nederland. Wat heb jij trouwens ontzettend mooi aangekleed voor vandaag. Dank je. Jij bent Lotte, hè? En je bent na dressuur en springen aan eventing gaan doen. Dat is eigenlijk een combinatie van allerlei verschillende disciplines. Hoe kan het dat je eigenlijk in van alles zo goed bent? Nou, ik heb mijn pony die kon dus heel goed dressuren en ook springen. En toen heb ik vaak oefencrossen gedaan. En ik merkte zo dat hij het heel leuk vond en ik vond het heel leuk. Dus toen zijn we er verder gegaan. En ja, en hoe we dat zo snel in ongeveer 2 jaar hebben gedaan, vind ik echt nog steeds heel knap. Ja, want eventing, dat is toch ook met vaste hindernissen. Dat is eigenlijk voor een paard ook best wel een uitdaging, hè? Het is niet zo dat een bal eraf kan vallen. Nee, klopt. Dat is ook, het is wel meer risico, het cross. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En het is... Ja, ik vind het leuk en pony vindt het leuk. Maar het is inderdaad wel een risico. Want als je balken die liggen los en die vallen eraf. En als je, dan kan je zo in een hindernisje klappen. Nou kan ik me voorstellen dat je daar misschien ook wel zenuwachtiger van wordt. Want als het misgaat, gaat het ook meteen echt mis. Ja, dat klopt. Maar dat heb ik ook wel eens gehad. Dus maar daarna gewoon doorgaan en niet meer aan denken. En... van dit jaar. Ik doe ook even een stapje. En dan kom ik bij Iris. Toen ik mijn zwemdiploma haalde, dacht ik niet meteen, ik ga op waterpolo. Volgens mij wist ik niet eens dat het bestond. Hoe ben jij daar in terecht gekomen? Nou ja, eigenlijk heeft mijn moeder me meegenomen naar het zwembad en er zo ingerold. Ingegooid eigenlijk. Ja, had geen keus. Bedankt, mam. Wat is zo leuk aan waterpolo? Want ik zie vooral mensen die onder water worden geduwd. En ik weet dat er bijvoorbeeld ook best wel eens geknepen wordt onder water. Dat lijkt me best wel heftig. Ja, het maakt het ook wel leuk. Dat is wat waterpolo is. En een beetje elkaar, een beetje naaien. Het is gewoon een spelletje. Het gaat heel snel en je doet het met elkaar. En dat vind ik wel leuk. En moet je er nou ook ongelooflijk sterk voor zijn? Want ik zie waterpolo's wel echt soms tot aan de middel uit het water komen. Hoe train je dat? Ja, we trainen vooral heel veel benen om de kracht om boven te blijven. Maar ook je armen moeten sterk zijn. Dus het is wel fysiek inderdaad. Maar... In ieder geval ben je al heel mooi op weg. Gefeliciteerd daarmee. Ja, Stan, we zagen ook een prachtig filmpje van jou. En als ik aan golf denk, en misschien stel ik nu echt een hele domme vraag voor, werd ook gezegd dat jij een bepaalde handicap hebt gehaald. Maar ik, en misschien meer mensen in de zaal, weten eigenlijk nooit precies wat het is. Ja, dat is eigenlijk meer een, hoe goed je bent eigenlijk, waaraan je kunt zien hoe goed iemand is en hoeveel slagen je boven de baan extra mag gebruiken. En wanneer wordt je handicap dan beter? Als je minder slagen, zo min mogelijk slagen, daar zit een handicap aan gebonden. En als die onder je handicap hebt die je hebt, dan wordt die steeds lager. Eigenlijk is het heel simpel. Ja, een beetje. Zo wel. Zit al uitlegt wel, ja. Nee, maar het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om te doen. Ik was er ook heel erg van onder de indruk dat jij op dit moment een driverafstand van 215 meter bereikt. En jouw doel voor dit jaar is volgens mij 250 meter. En wat is dan een driverafstand? Wil je dat uitleggen? Ja, dat is nu vanaf de tee, alleen die is nu 2,45. Want ik heb wat getraind. Dus je bent er al bijna. Ja, eigenlijk wel. En ik heb nu net een nieuwe en wat extra techniek, dus dan kom je alweer wat verder. Van jullie iets heel moois krijgen, hè? Ja, gewoon alle drie dezelfde prijs. Dus we gaan niet een onderscheid maken dat de ene beter is dan de ander. Ze zijn allemaal even goed op een eigen niveau, met een eigen sport.
Dus fantastische talenten en dat willen we graag waarderen. Ja, zeker. Groot applaus voor deze drie jongeren. Ja, gefeliciteerd. We zeiden net, er zit niet een echte prijs aan vast. Er moet een foto gemaakt worden. Ik dacht, wat zie je nou voor gebaren uit de coulissen? Maar kom even bij elkaar staan. Jullie mogen op de foto, Jacques komt er ook bij. Dat geeft mij de tijd om te zeggen dat er van deze drie talenten natuurlijk, alle drie hebben ze een mooie prijs gekregen. Maar op 4 maart is in Assen het Sportgala van Drenthe. En daar wordt ook een talent van het jaar gekozen. En één van jullie mag daar naartoe. En ik mag bekendmaken wie. En misschien kan er wel een klein roffeltje komen. Kijk eens. Het sporttalent van Meppel dat naar het Sportgala van Drenthe mag, is geworden Iris Vreeling. Op 4 maart, want dan word je in Assen verwacht. Dames en heren, een heel groot applaus voor Iris Vreeling, Lotte Hamstra, Sten Klos en ja, een van de mooiste dingen van Sport het Meppel vind ik misschien wel de Arend Middelveld Eregalerij. Het is een soort blijvend eerbetoon aan mensen die sportief wat betekend hebben voor de gemeente Meppel. En het spannende moment is bijna aangebroken, want we zien heel langzaam de namen van de mensen die in deze galerij staan verschijnen. En aan het eind komen we bij 2023. En daar komen een paar namen tevoorschijn van mensen die dat nu nog niet weten. Maar als ze hun naam zien, mogen ze naar voren komen, want dan gaan we ze eren. Ja, Petra, jij loopt al je hele leven en ik durf wel te zeggen dat de laatste jaren van je loopcarrière misschien wel de jaren met de meeste prijzen zijn. Hè? Want wat heb je de afgelopen jaren allemaal voor prachtige titels in de wacht gesleept? En wees vooral niet bescheiden. Ik ben Nederlands kampioen op de cross en op de 10 kilometer en op de marathon en op de halve marathon. Ik was negende in de Marathon van Londen in mijn categorie en afgelopen jaar vijfde in Chicago. En daar komen ook echt alle goede toppers en masters ook naar bij elkaar. En ik ben nog niet uitgelopen. Ik hoop wel dat jullie erop rekenen dat ik gewoon door blijf sporten. Wat mij betreft geen stimulans om te stoppen hoor. Ik hoop dat je nog heel veel van dit soort mooie titels in de wacht sleept. Heb je zelf ook het gevoel dat je, want we hebben ook al vaker hierover gesproken, dat je misschien nu wel een betere loper bent dan jaren geleden? Dat weet ik niet. Je wordt toch ouder en dat merk je echt wel. Dat je langer op moet warmen, langer, hè, dat je niet zo explosief meer bent en dat je meer moet trainen misschien wel. Maar ook goed rust meer nemen, dat is ook goed. Ik las in de krant dat jij wordt omschreven als icoon, dus dat moet dan toch wel een bijzonder verhaal zijn. Hoe was dat om te lezen? Het is maar net hoe je deed. Ik voel mijzelf geen icoon. Ik heb gewoon geluk gehad misschien in de sport. De liefde voor de sport gehad, waardoor ik dus ook het lang heb kunnen uitoefenen. Ja, en dat ik dan een icoon word genoemd door anderen. Ja, ik vind het mooi, maar ik ben gewoon een naïeve visie. Ik vraag me, hoe oud ben jij? 49. En je hebt tot mei, en volgens mij was je toen nog 48, in het eerste van Nijenveen gespeeld. Hebben anderen dat voor jou ook gedaan, tot op die leeftijd? Nee, niet op die leeftijd. Nee. Dus dat is wel misschien iets wat uniek is. En misschien denk ik ook niet meer gaat gebeuren bij iemand. Ik hoop het wel natuurlijk voor degene die als dat zal gaan lukken, maar dat denk ik niet. En hoeveel jaren heb je daar in het eerste gespeeld? Het is toch prachtig dat je dat tot je 48ste kan doen? Ja, 17 jaar heb ik nog na mijn, nou ja, voordat ik bij SCN zeg maar, weer terugkwam, heb ik 17 jaar weer bij SCN in het eerste gespeeld. Waar daarvoor nog 14 jaar bij andere elftallen in het eerste elftal. Wie helpt deze man? Misschien zijn er straks al mensen met voorstellen wat je kan gaan doen op die dagen. Ik kan soms nog een beetje padellen dan, dat is nog wel wat ik doe. Maar
Ja, ik ben het wel een beetje aan het missen. Het zal ook gek zijn als dat niet zo zal zijn, maar ik begin het wel een beetje te missen. Je mag in ieder geval dadelijk beginnen met een mooie erepenning poetsen. We gaan jullie onderscheiden. En als het goed is komen er nu een paar dames met bloemen. En een prachtige onderscheiding voor jullie. Van harte gefeliciteerd. Kijk eens even. En vanaf nu staan jullie voor eeuwig en altijd in de sportgeschiedenis van de gemeente Meppel bijgeschreven. Van harte gefeliciteerd. Petra Bosco en ons aan buiten gaan we staan voor de foto's. Ja, fantastisch stel vrijwilligers, waar wij trots op zijn, waar de clubs trots op mogen zijn en waar de maatschappij trots op mag zijn. Want wat ik wel merk is dat als ik mensen spreek, dat het steeds lastiger wordt voor clubs om vrijwilligers te vinden. Ik spreek heel veel vrijwilligers met alle respect die toch al een beetje van leeftijd zijn. Ze willen wel eens plaats maken voor de jongere generatie, maar ja, die komt er nog niet aan. En echt mensen, vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen van de sportvereniging. Doe het, help de clubs, jullie creëren de voorwaarden waarvoor sporters uiteindelijk naar een hoog niveau kunnen komen. En heel veel gezelligheid kunnen hebben. Dus doe het. Ellen, ja, ik ben helemaal van mijn apropos. MSC Meppel, daar heb jij ongelooflijk veel voor gedaan. We hebben van jou ook een prachtige aanbeveling binnengekregen. Teamleider, je doet de financiën van het clubhuis, je doet de bardiensten. Je bent altijd aanwezig, je hebt vooral een hele grote glimlach, altijd goed gemutst. En ik zelf dacht, ja, misschien is het eigenlijk ook wel gewoon handig, omdat je 4 kinderen hebt en die kan je dan meteen meenemen. Ze hebben allemaal gevoetbald bij NEC, onze dochter is weer aan paard rijden, mijn man heeft ook gevoetbald bij NEC. Dus vandaar dat ik toen de vrijwilligerschap heb opgepakt. Dat was eigenlijk ook gewoon een praktische overweging dus. Ja, ook, maar die, natuurlijk, als je kinderen sporten, is het ook heel fijn als ouders naar die helpen. En ja, ik vind het heel leuk om achter elkaar te staan. En dat doe je nog steeds, ondanks dat 1 kind is gaan paardrijden. Ja, dat doe ik nog steeds. Met heel veel plezier. Ik zit in de kantinecommissie, ze hebben mij ook naartoe gelokt. Ik opeens zag mijn familie daar, dus ik dacht, hé, wat gek. Hartstikke mooi, daar stond ineens je naam in beeld. Ik wil een stapje verder, want dan ga ik dus nu wel naar al je excuus. Dit was echt een flater van je welste, hè? Dat is niet zo. Tegenwoordig Annie, want Annie is gewoon op de witte. Vorige kregen dat je al zeker 20 jaar actief bent voor de badmintonvereniging Nijveen. En ik had de indruk dat niemand precies wist hoe lang, maar aangezien jij Annie bent, weet je misschien ook niet. Vandaag is het denk ik bijna 30 jaar. Dat ze dat Annie gewoon de motor van de vereniging is. De jeugdopleider die gewoon verf omhoog krikt en dan moet ik hele jonge jeugd motiveert om vooral niet thuis achter de computer te gaan zitten, maar gewoon sport in met de armpjes en de beentjes bewegen en zo. En nou, dat is niet de afleidend gedrevenheid van Annie die ons club toch wel hoog had. Wie hier naast mij staat. Ik ben Barry Hartzager, ik heb wel een aantal die vreemde steunen die we net op. En ook ongelooflijk actief, hè? Volgens mij ben je onlangs wel gestopt met een aantal functies, maar stiekem doe je nog steeds ongelooflijk veel. Ja, ik ben voorzitter van deze vereniging geweest en ik ben toen een tijdje lang bestuurslid geweest. En dat was voor mij niet zo'n hele verstandige keuze, want dan hoor je toch veel minder echt dan als je voorzitter bent. Maar daarnaast, ik organiseer nog wat wedstrijden. Ik loop zelf nog druk in de deur. En ik doe het de kantine. Ik ben de AV de Spunder dus. Je bent vooral bezig met het seniorentafeltennis. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dat je in 15 jaar tijd van 6 naar 35 senioren bent gegaan. Hoe heb je dat gedaan? Nou, dat doe ik niet alleen hoor. We hebben wat actie ondernomen samen met Actief Meppel. En er zijn wel mensen op afgekomen en mond-to-mond reclame. En via de Vogelam en de Scholen krijgen we wel mensen met een lichamelijke handicap. En dat is heel leuk. Vooral volgens mij ook heel erg gezellig, hè? Absoluut, ja.
lekker koffiepauze tussentijd, een praatje bij, het sociale aspect is heel belangrijk. En dat zijn allemaal ouderen tussen aanhalingstekens. Stevens. Ouders is 85 en die speelt nog steeds, dus dat is superleuk. Ja, dat is te gek. En je niet met de koffiepauze, maar ook in die koffie betekent je wat, hè? Want jij sponsort de koffie. Ja, ik zet de koffie. Ik zet de koffie, nou, heel belangrijk voor de sociale activiteiten. Ja, je bent vorig jaar gehuwelijkt voor 50 jaar bij de club. Ongelooflijk. Ja. Ja. En jij bent ook zo'n spil in de vereniging. Je hebt eigenlijk ook zo'n beetje alles gedaan. Op dit moment doe je veldonderhoud. En wat ik heel mooi vond was dat je de supportersvereniging in leven hebt gehouden toen die dreigde te verdwijnen. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon mensen bij hun durven gepakt en langs het veld gezet? Nee. Er was een groep die het altijd fantastisch goed deed, maar die vond het niet zo leuk meer. En voor de vereniging is het een hele goede ondersteuning. En toen waren wij, er was een ledenvergadering en er waren er 4 aanwezig. Nou, toen hebben we dus 1, 2 en 3, die zijn in bestuur gegaan en de andere heeft de boel ondersteund. Want aan jou de eer om ons te gaan vertellen wie dit jaar de vrijwilligersprijs van de gemeente Meppel krijgt. Kijk, vooropstellen van mij hebben ze de prijs allemaal verdiend. Ik vind alle vrijwilligers die heel veel zorg hebben gedaan. Bij een verkiezing moet er uiteindelijk de prijs naar huis gaan. Daar hebben we lang over gediscussieerd. Uiteindelijk is de keuze gevallen op. Moet er nog een roggetje komen of niet? Ja. De vrijwilligersprijs van 2023 gaat naar Barry Hatzow. Is een echte winnaar, want hij doet met deze handen in de lucht. Hartstikke mooi. En natuurlijk krijgen ook de andere vrijwilligers een bijdrage voor in de clubkast. Dames en heren, mag ik nog een heel groot applaus voor Taco Bokma. Sportvrouw van het jaar. En voordat u denkt dat ik me weer ga vergissen, ik weet dat dat niet Arianne Hartono is. Dat is Rolf Grint, een bekende van de familie. En we gaan dadelijk horen waar Arianne is. Corine, ik zou bijna willen zeggen 3 maal scheepsrecht, want we hebben hier al vaker naast elkaar gestaan. Hoe vaak ben je inmiddels genomineerd voor Sportvrouw van het jaar? Ik denk 5 keer. 5 maal scheepsrecht, dus ja. Dus je kan het ook wel een beetje met elkaar vergelijken. Welke nominatie vind je eigenlijk zelf het meest terecht? Je hebt je wereldtitel geprolongeerd. Ik denk dat dat ongelooflijk moeilijk is. Is dit misschien ook wel de mooiste? Ja, maar ik vond eigenlijk met het team, het Nederlandse damesteam, 3e bij Elite, ook wel heel gaaf. Ik vind het wel heel mooi dat je dan een teamprestatie noemt. Terwijl jouw individuele prestatie er absoluut mag zijn. Je werd vorig jaar wereldkampioen, dit jaar weer. Wat was voor jou de mooiste titel? Ja, dat is een lastige. Ik vind eigenlijk op de standard course die ik vorig jaar had, eigenlijk net iets mooier. Maar het is ook wel mooi om op een, uit te blinken op een afstand waar je niet, wat niet jouw beste afstand is. Nou, we gaan in ieder geval genieten van deze mooie nominatie. Ik doe een stapje verder naar Eline. Ja, je kreeg meteen een compliment helemaal aan het begin, hè, van Joey. Ik wil net zoveel scoren als Eline van Veldhuizen. Dat is toch leuk om te horen van zijn jochie? Jazeker. Ja. Jij bent een van de kleinste vrouwen van het veld, werd al gezegd. En dan is het heel bijzonder om topscorer te zijn. Wat maakt dat zo bijzonder? Ik kan me er iets bij voorstellen hoor, met allemaal lange mannen tegenover je bijvoorbeeld. Ja, nou, vrouwen verdedigen elkaar. Dus die heb ik tegenover mij. Maar goed, die zijn vaak ook langer. Ja, daar moet je wel van vrijkomen. En dan moet je misschien heel slim zijn. Ja, dat ook.
In het filmpje werd ook gezegd dat je op één been achterovervallend schieten van grote afstand, dat het jouw specialiteit is. Ja, het ziet er prachtig uit, maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Ik ga het niet voordoen. Nee, dit is een hele goede aanbeveling om gewoon in jullie wedstrijden te komen kijken. Ja, vind ik ook. Zou ik ook zeker doen. Maar je kan het vast wel een beetje beschrijven wat je dan doet. Schiet je de bal dan om iemand heen of over iemand heen? Ja, eigenlijk stap je naar achter, zodat je ruimte voor jezelf creëert en dan schiet je. En dit jaar ben je de topscorer mee geworden, maar al jouw tegenstanders weten nu dat je dat doet. Is het nou ook moeilijker voor je geworden om daarmee te scoren? Ja, het is lastiger om vrij te komen. Ik hoor dat ze daar blij mee zijn. Groot applaus voor Eline van Veldhuizen. Roelof Frits, jij bent hier namens Arianna. Waar is ze? Thailand. En wat doet ze daar? Tenniskamp. Ze is bij de Australian Open helaas de kwalificatie niet doorgekomen. En is vorige week naar Thailand gegaan. En jij bent een goede bekende van de familie. Jij volgt haar op de voet. Ook zij gaat echt heel goed op dit moment, hè? Ja, het gaat voortvarend. Helaas dan nu niet het hoofdtoernooi wat ze vorig jaar in 23 dan wel had. Maar het gaat goed. We hebben wel een mooi filmpje van haar en zij heeft een boodschap voor ons ingesproken. Hallo allemaal, Arielle hier. Allereerst wil ik graag het Sportgala bedanken voor de nominatie van dit jaar. Ik was vorig jaar ook genomineerd en toen had ik zelfs de grote eer om de prijs in de wacht te slepen. Maar goed, ja, om dan nogmaals genomineerd te mogen zijn, ja, dat is een hartstikke grote eer natuurlijk. Daarnaast wil ik graag ook alle andere genomineerden feliciteren. Of dat nou in deze categorie is of een andere categorie. Wat dat betreft denk ik dat we allemaal onszelf wel winnaars kunnen noemen. Ik kan er helaas zelf niet bij zijn. Ik ben op dit moment in Thailand voor weer een ander toernooi. Maar goed, ik hoop dat iedereen verder wel een hele leuke avond heeft. En natuurlijk een heel gezond en sportief nieuwjaar en seizoen. Heel goed, dan is het tijd om te gaan bekendmaken wie sportvrouw van het jaar van de gemeente Meppel van 2023 is geworden. Sportvrouw van het jaar 2023 is geworden... Corine Jansen. Voor de foto. Ja, dat hoeft niet per se hoor. Corine, ik ga jou toch even vragen. Na 5 jaar, eindelijk 5 keer genomineerd, eindelijk sportvrouw van het jaar. Ik kan me voorstellen dat in deze blessuretijd voor jou wel gewoon een hele mooie opsteker is. Ja, het is wel de derde keer dat ik sportvrouw ben, maar ik vind het toch echt ontzettend leuk. Ik ben er niks minder bij, joh. Goed, dan gaan we ook gewoon voor de trilogie op het WK. Heel veel succes dit jaar. Dank jullie wel, gefeliciteerd, Corine, Eline en... Ja, hier, kom maar naar voren, Harjan Visser, Daan Jans en Mats Meijer. Ja, helemaal achteruit de zaal gerend, deed je dat nou expres? Nee, een beetje in het midden. Ja, dan moest je er tussendoor kruipen. Harjan, jij was vorig jaar sportman van het jaar. Hoe was het om een jaar lang sportman van de gemeente Meppel te zijn? Ja, toch wel iets heel bijzonders. Zeker, ik ben natuurlijk voor de eerste keer genomineerd, meteen winnen is altijd lekker. Maar tweede keer genomineerd worden is weer extra speciaal, denk ik. Dus alleen maar mooi. Ben je er dit jaar ook aan herinnerd of is het eigenlijk iets, vooral dat beeldje dat je dan thuis hebt staan? Ja, dat is eigenlijk zeker iets wat je helpt herinneren. Maar ik denk ook wel, mensen die nu weer zeggen van, oh, je bent weer genomineerd. Ja, het weer is toch wel iets unieks, dus dat is alleen maar mooi. En dat is ook niet voor niets, want jij bent heel succesvol geweest afgelopen jaar. Onder andere voor de tweede keer wereldkampioen geworden. Hoe voelt dat? Ja, dat is het hoogst haalbare. Naast Nederlands kampioen is bij ons wereldkampioenschap het hoogst haalbare. Dus dat is mooi om mee te maken. Nu echt in de basis ook bij de beste 4 heren van Nederland. Dus dat maakt het wel extra bijzonder. Dan was misschien deze wereldtitel ook mooier dan die van vorig jaar. Ja, zeker. Ja, we hebben hem 1 keer in de 4 jaar. Maar deze maakt het wel speciaal, absoluut. Je speelt nog steeds voor LDODK. Hoe gaat het dit seizoen?
Ja, goed. We staan gedeeltelijk eerste, dus dat is netjes. Dus ja, we staan er goed voor om play-offs te halen. En dat geeft recht bij de laatste vier ploegen. En uiteindelijk wil je de zaalfinale halen, want dat is het allermoeilijkste om te winnen. En je komt natuurlijk van een ook niet onverdienstelijke korfbalvereniging, DOS 46 uit Nijenveen. Wat is nou het belangrijkste dat je daar geleerd hebt, waar je nu nog steeds wat aan hebt? Wat ik daar geleerd heb? Zo, ik mocht door Daniel Rosbos wel een bekende hier debuteren als 17-jarig jongetje in het eerste. En doordat ik zo jong was en ook meteen op het allerhoogste niveau moest spelen, is denk ik wel hetgene waar ik het allermeest van geleerd heb door gewoon te doen. Ja, en daar ben ik de Club DOS 46 nog steeds heel dankbaar voor. Vorig jaar hebben we hier ook jou gefeliciteerd met je verloving. Ben je inmiddels getrouwd? Ja, zeker, zeker. En inmiddels verwachten we ook een kleine, dus dat is helemaal bijzonder. Dus een mooi jaar terug. Ja, jullie 2024 las ik van harte gefeliciteerd. Dat is misschien wel de mooiste prijs die je krijgen kunt. Ik doe een stapje verder. En ik kom uit bij Daan Jans. Wij stonden hier vorig jaar ook, maar toen was jij nog sporttalent. Zo snel kan het dus gaan. Ja, een sportalent. Nu een sportman, hoop ik. Dus, ja. In ieder geval al genomineerd als sportman. En ik meen me te herinneren dat we het vorig jaar ook nog over hadden of je zou kiezen voor tennis of padel. Maar die keuze is dus gevallen. Ja, de keuze is wel gevallen voor padel, denk ik. Ja, jongere sport. Dus ja, meer kans om goed te worden. Ja, hoe komt dat dan? Dat er dan meer kans is om goed te worden? Zijn er nog minder padellers? Ja, minder padellers van mijn leeftijd. En dan kan je gewoon sneller aan de top komen, zeg maar Nederlands top. En dan uiteindelijk natuurlijk Europees en internationaal ook proberen top te bereiken. En is dat de enige reden of vind je padel ook leuker? Nou, niet per se leuker. Maar het is wel leuk als jij goed wordt en dat je weet dat je het wel de kans groot is dat je goed kan worden, zeg maar. Dus volgend jaar sta je hier met Sterkte 1. Ja, dat is wel de bedoeling. Goed zo. Dat vind ik een mooie uitspraak. Daan Jans. Ja, Matt, we zagen in het filmpje dat je eigenlijk ook je stormachtig ontwikkelt. Wat resultaten heb je bij elkaar gelopen als eerstejaars senior? Waar heb je jezelf het meest mee verrast? Ik denk de 9e plek op het NK, ook omdat ik toen net terugkwam van de blessure. Maar dat is denk ik het mooiste van afgelopen jaar. Ja. Nou zag ik dat je Jumbo-Visma sokken aan had. Misschien geeft dat extra snelheid? Misschien wel. Ja, dat was, ik ben wel erg fan van wielrennen en dat was een cadeautje van iemand, dus die hebben we vaak aan. Ja. Goed zo. Je loopt pas 5 jaar eigenlijk echt hard, ontdekt bij de 4 mijl, terwijl je zelf helemaal niet in de gaten had dat je daar zo goed liep. Vertel het verhaal eens. Mijn vader die loopt eigenlijk altijd wel hard en nu nog steeds. En die deelt mee met de wedstrijden zoals 4 mijl en Skaderen. Ik heb mijn voetbaltenuutje, ging dan slalom tussen iedereen door. En in één keer kreeg ik een appje van mijn vader van je hebt de prijs van bij de 4 mijl onder 18 gewonnen. En toen dacht ik leuk. En toen ben ik uitgenodigd bij ETC om een paar keer mee te trainen. En zo ben ik erachter gekomen dat ik heel goed was in lopen. En daarmee wordt het ook echt leuk. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Sportman van het jaar 2023 is geworden... Harjan Visser. Gefeliciteerd, Harjan. Nou, ik weet het, ik hoor het bos niet zo heel hard hoor. Waar zijn jullie nou? Ja, daar hè. Van harte gefeliciteerd. We gaan nog even lekker bij elkaar staan voor een mooie foto. Iets verder op het podium. Gefeliciteerd Harjan en Mats en Daan. Ik hoop jullie toch zeker de komende jaren nog eens terug te zien hier. Een groot applaus voor deze 3 sportmannen. De volgende categorie is de Vitaliteitsprijs. En daarvoor wil ik heel graag de wethouder uitnodigen op het podium. En Jeanette Bos. Nou, het is toch een stuk minder koud dan net, hè? Ja, toen was het echt heel koud. Het was echt heel koud. Zo zag het er ook uit. Ja, het was echt, het was denk ik wel zo'n beetje de koudste dag. Ja, niet echt een dag om buiten te sporten, maar wel heel mooi om te zien dat er ongelooflijk veel buiten gesport wordt in Meppel. Zeker, zeker. Echt op heel veel plaatsen, ja. We
We gaan de Vitaliteitsprijs uitreiken. Vitaliteit staat eigenlijk steeds hoger op de agenda, landelijk, maar ook in Meppel. Zeker ook in Meppel, ja zeker. Zeker. Ja. Waarom vindt de gemeente het zo belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden? Nou, het is gewoon heel belangrijk om gezond oud te worden en daar aandacht voor te hebben. En daarom willen we ook graag deze Vitaliteitsprijs uitreiken. En als u kijkt naar wat er allemaal ontstaat in de gemeente Meppel op dit gebied, waar bent u als wethouder dan trots op? Vooral op de samenwerking. Er is zoveel, op dit moment zoveel interactie tussen alle sportverenigingen. We zijn echt zo hard met elkaar aan het werk om het echt wat moois te maken. En het werkt en ja, het resultaat is er daar. Ja. We gaan dadelijk bekendmaken wie de Vitaliteitsprijs heeft gewonnen. Kunt u wel een tipje van de sluier oplichten waarom deze winnaar de prijs krijgt? Nou, ik ben er gisteren geweest, eventjes kijken. En ik zie daar heel veel mensen van allerlei... pluimage kom af, die met elkaar aan het sporten zijn op een hele laagdrempelige manier. Dat was gewoon perfect om te zien. Ja. Zullen we gaan luisteren wie het geworden is? De Vitaliteitsprijs gaat naar... Tafeltennisvereniging Dent. Wat een verrassing, of niet? Ja, zeker. Of had u de wethouder stiekem al zien lopen gisteren? Nee, nee, ik was er gisteren toevallig niet, want ik ben geblesseerd, dus... Ah, ik zag wel dat je als je geblesseerd bent, mag je best ook even koffie komen drinken. Dat is zo, dat hebben we vorige week gedaan. Ik doe nog even een stapje verder, want op het filmpje was wel te zien en we hebben het er eerder vanavond ook over gehad. Wat een ongelooflijk gezellige vereniging. De gezelligste vereniging van heel gemeente Meppel. Zeker, zeker van mij. Nou, de tafeltennis is een uitdaging, maar ik zag dat de gevulde koekpakken ook een uitdaging is. Je moet toch een beetje energie weer in je lichaam stoppen, zodat je weer een lekker balletje kan slaan. Wat betekent het nou voor jullie tafeltennisvereniging om zo'n prijs te krijgen? Nou, dat is we zijn ongeveer 15 jaar bezig op de woensdagochtend. We zijn met 6 of 8 personen gestart. En we zijn nu 35 hebben op de lijn staan. Dus het is een geweldige stimulans om dat door te zetten. Het is heel laagdrempelig. Mensen, voor €3 twee uur tafeltennissen, dat is toch wel. Ja, ik wil ze van harte feliciteren met deze prijs. Echt super wat jullie doen. Je ziet nog veel meer mensen zitten. Super wat jullie met z'n allen doen in Nijenveen. En ik zou zeggen, blijf doorgaan. Er is nog ruimte voor meer. Nou, niet heel veel meer tafels kunnen er nog in die ruimte staan. Maar ik zou zeggen, ga vooral zo door en vooral de sociale aspecten. Ook super belangrijk dat jullie daar zoveel aandacht voor hebben. Gefeliciteerd. De wethouder mag de prijs gaan overhandigen. En als ik dat zo zie, kan daar heel wat mee gedaan worden bij de tafeltennisvereniging. Voor de foto, mevrouw de wethouder ook. De vereniging Deto. En op dank. En dan moet ik er lekker in zitten. De volgende categorie is sportploeg van het jaar. Ja, kom allemaal maar naar voren. Je mag als heel team naar voren komen. Iedereen. Vincent en Christina. Danspaar, en jullie hebben eigenlijk een heel erg bijzonder verhaal, want jullie hebben elkaar niet op de dansvloer ontmoet, maar op Facebook. Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk een beetje zoals het werkt in de danswereld als je internationaal op zoek bent naar een nieuwe partner. En dat lukt dan bijvoorbeeld in Nederland niet, en zeker op het niveau waarop wij dansen, ja, dan gaat dat vaak via social media. Maar hoe doe je dat dan? Want je wilt eigenlijk zien hoe iemand danst en dan ga je dan filmpjes naar elkaar sturen of hoe werkt dat? Ja, onder andere. Maar ook lengte is belangrijk. Hoeveel wil je trainen in de week? Wat zijn je ambities? Financieel moet je het kunnen doen. En ook qua afstand. Want Christina die is Deens, maar woonde in Duitsland. Dus zeker in het begin moesten we qua reisafstand en trainen. Wat we toch wel gemiddeld 5 keer in de week doen. Dus dat hele pakketje moet wel kloppen. Dus dat gaat niet alleen om het ook daadwerkelijk de uren doorbrengen op de dansvloer. We hebben eigenlijk gewoon geluk dat jullie er zijn. Gefeliciteerd met jullie nominatie, Vincent Veenbrink en Christina Muller. Ik zoek nu de voetballers. Die staan hier hè, met z'n allen. Wie mag ik aan de tand voelen? De aanvoerder. Oh!
Je wordt nu voor het blok gezet. Kom maar een stukje naar voren. Wat ga je nou met hem doen, omdat hij jou hier naar voren heeft geduwd? Ja, ze moeten wel straks een liedje zingen. Maar dat doen we met z'n allen straks. Voilà. Met z'n allen straks een liedje zingen, vind ik een uitstekend idee. Gefeliciteerd allereerst met jullie nominatie. En het werd in het filmpje ook al genoemd. Jullie zijn natuurlijk een combinatie van twee voetbalclubs. Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat het in de toekomst ook nog heel veel kan brengen. En vooral voor de jeugdspelers. Ja, dat is het eigenlijk wel. Sinds wanneer zijn jullie samen als voetballers van Meppel en van Alcides? Nou, de meeste jongens, dit is nog niet heel lang, zo 4-5 jaar dat de 19 lichting samen is. Maar de meeste jongens die hier staan, die voetballen van de vierde met elkaar. Dus we kennen elkaar al heel lang. Oh, dus het is niet zo van, ah, jij bent van Alcides en jij bent van FC Meppel, nee? Nee, dat is het al niet zo. En van welke club komen er nou de meeste supporters naar jullie kijken? Sowieso van Alcides. Klinkt hartstikke goed. En heel groot applaus voor de mannen van Alcides. Sloeproeiers hier dan ergens tussenin. Ja, wie mag ik aan de tand voelen? Zal ik tussen jullie in komen staan? Ja, ik vind dat dus zo'n lekker woord, hè, sloeproeien. Ja, dat is toch. Ja, en om het te doen is het leuker. Ja, want ik ken natuurlijk het gewone roeien. Ik woon in Zwolle, daar wordt ook best veel aan sloeproeien gedaan. Ja, ga je leuk in Zwolle wedstrijd? Ja. Wordt dit jaar ons tweede keer. Ja, we zijn nog maar een jonge vereniging. 2 jaar nu. Ja, dat. Dus ik heb het wel eens gezien in de stadsgracht, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen gewoon roeien in van die hele ranke bootjes en roeien in een sloep? Voor mij voelt het wat lomper. Ja, dat is het ook. Het is een hele leuke sport, maar het is een hele oude sport. Je doet het ook met z'n allen. De riemen zijn zwaar, tussen rond 12 kilo. Ja, de wedstrijden die we doen, die variëren van 11 tot de HT is dan 35 kilometer. En wij roeien door het hele land, het hele jaar door. Trainen het hele jaar door. Ja, en je moet het met z'n allen doen. Als je niet met z'n allen tegelijk roeit, dan is het gewoon gekloot in de boot. En dat wil je niet. Dus dat probeer je te voorkomen. En het is een kwestie van trainen. En 2-3 keer dan hebben we de slag te pakken en dan gaat het vanzelf. Na de wedstrijd altijd enorm gezellig. En laat jullie handen zien. Ja, kijk, ik zie bij jou, dat kun je in de zaal niet zien, maar je hebt echt blaren op je handen. Ja, daar kom je niet onderuit. En na zo'n wedstrijd dat je 4 uur hebt geroeid, dan is het helemaal ellende. Dus, maar er zijn ploeggenoten die hebben altijd de handen helemaal open liggen. En toch roeien ze door, dus dat vind ik altijd wel leuk. Ja, heel stoer. Dus mocht u iemand hier een hand willen geven vanavond, doe een beetje voorzichtig, want die handen die... Die zijn wel een beetje beschadigd. Gefeliciteerd met jullie nominatie. De Meppeler Roeiers. Sportploeg van het jaar 2023 is geworden... Had je dit verwacht? Nee, zeker niet. Eigenlijk net als vorig jaar. Gewoon überhaupt mooi dat je genomineerd bent en uiteindelijk winnen is helemaal speciaal.
Ja, want jij hebt een fantastisch jaar gehad. Kun je een beetje vertellen wat er dit jaar allemaal gebeurd is? Of ik kan vertellen wat er gebeurd is? Ja, dit jaar. Wat je allemaal afgelopen jaar wereldkampioen geworden van de beste van de wereld met onze ploeg, Nederlands team. Daarnaast gewoon zelf mooi ontwikkeld, bij de beste vier heren gezeten omdat ik baas speelde. Dus in die zin een mooie beloning. Ja, en we staan nu naast de sportvrouw van het jaar, Corine. Hallo. Hallo. Had je het verwacht? Ik had het wel heel erg gehoopt, maar je weet het nooit. Nee, en dit is al jouw derde keer, dacht ik? Ja. Ja, nou is het nu ook weer heel speciaal? Ja, het is wel speciaal omdat ik nu dan geblesseerd ben en eigenlijk in het laatste gedeelte van mijn wedstrijd ook geblesseerd was. En als je dan toch nog wint en die prestatie is toch wel heel gaaf. Ja, want wat is jouw blessure? Ja, ik heb een hernia. En toch twee keer Europees kampioen geworden? Ja, dat was net voor de hernia, maar het wereldkampioenschap was wel met die hernia, ja. Nou, dat lijkt mij echt hartstikke zwaar, maar jij hebt het toch even gedaan. Ja, dat klopt. Op de onderdelen waar het wel goed op ging, dat lukte wel met die blessure. En de lange afstand was dus iets minder, maar ja, gewoon heel gaaf. Nou, gefeliciteerd. Dank je. Go. Ja, we staan hier naast twee spelers van de sportploeg van het jaar, Alcides en FC Meppel 19-1. Heren, gefeliciteerd. Hadden jullie het verwacht? Verwacht? Ja, eigenlijk stiekem ik niet. Ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar ik hoopte het natuurlijk wel heel erg. Ja, want wat hebben jullie dit jaar allemaal gepresteerd? Wij zijn kampioen geworden in de derde divisie en kampioen geworden in de tweede divisie. En we zijn de eerste jeugdploeg uit Meppel die zo hoog voetbalt nu in de eerste divisie. Dus daar zijn we hartstikke trots op. En hoe voelt deze prijs? Ja, voelt natuurlijk hartstikke goed. Hiervoor sport je natuurlijk, dus voor zulke prijzen, voor zulke eervolle prijzen. Dus, ja. Nou, gefeliciteerd en geniet ervan. Dankjewel. Ja, dit was de 37e editie van het Sportgala. Fantastische avond en we zien jullie volgend jaar weer.